door zijn ervaringen als een voorbeeld. Een heel goed seizoen spelen en hopelijk veel ballen versturen daarmee. Redelijk zwaar, maar toch, toch aangenaam. Ik denk dat we een goede voorbereiding gehad hebben. Ik denk dat we meevaller is voor iedereen, zonder blessures. En dat is het belangrijkste van de voorbereiding. Ja, ik denk dat, dat is unaniem. Dat is Tim en Tim Smolder. Ja. Het is een test, de eerste wedstrijd, dus het is eigenlijk belangrijk voor een goede start te kennen, dus het is wel een belangrijke wedstrijd voor ons. En we hopen daar minstens een punt mee te nemen. Ja, het is natuurlijk wel leuk, omdat je toch een zestal weken hebt gewerkt na die eerste wedstrijd. En je bent toch een beetje nieuwsgierig naar hoe je team zal presteren en hoe ver ze al staan. Natuurlijk, voor ons een eerste wedstrijd op Racing Genk is natuurlijk niet makkelijk. Maar oké, we hebben niets te verliezen en daarna hebben we twee thuiswedstrijden. Ook niet makkelijk kortere kandelig, maar oké, we moeten er het beste van maken. En ik denk dat op dit moment weinig ploegen echt klaar zijn. Ik denk als je nu al op je top bent, ja, dan ga je het moeilijk krijgen in de loop van het seizoen. Dus ik denk dat je pas tegen september, oktober echt 100% zal zijn. Dus, maar oké, we zullen nu zien hoe ver we met cirkel staan. En ik zie het wel positief tegemoet, maar uiteindelijk ben je altijd afhankelijk van een aantal factoren. Het is leuk als je zoveel steun krijgt van de supporters. En ik hoop dat dat geldt ook wel voor heel de ploeg. Ik denk dat we dit jaar wel klaar voor zijn om er iets moois van te maken. We hebben inderdaad het publiek achter ons. En voor mij doet het ook wel deugd dat er veel mensen mee steunen. Ja, dat geeft alleen maar goede moed voor dit seizoen. Twee jaar geleden begin je toch aan een verhaal waar je niet echt goed kan inschatten hoe het op dat moment is en hoe het gaat vorderen. Maar als je ziet, ook op de vandag, steeds meer volk, steeds meer jong volk. En dat zijn toch de potentiële supporters van de komende jaren. Dus dat stemt ons natuurlijk wel tevreden, want je kan natuurlijk heel veel acties doen commercieel. Maar uiteindelijk moet het toch op het veld gebeuren. En het is vooral met de invloed van heel veel jonge Belgen dat de jonge meisjes ook naar het stadion komen. En dat zijn ook dingen waar wij rekening mee houden. Dat met heel veel volk van eigen bodem om daar supporters mee te genereren. En als je ziet dat we bijna 1000 abonnementen meer hebben dan ten opzichte van vorig seizoen, dan stemt ons dat als technische staf, maar zeker als spelersgroep ook heel tevreden. Het is zeker een vorm van waardering, denk ik, van de supporters die ik hierbij echt moet bedanken. De meer dan 5000 mensen die al een abonnement gekocht hebben, dat zijn er een pak meer dan verleden jaar, 15-20% meer. Ik denk dat dat een ondersteuning is van wat wij doen en een appreciatie voor het werk dat de spelersgroep, de technische staf en het bestuur geleverd heeft verleden jaar en ook in het tussenseizoen met de transfers. We zijn daar zeer tevreden mee en wij wensen hen veel groen-zwarte voetbalvreugde samen met ons. Ja, het geeft aan dat er een goede wind door de vereniging waait en dat de supporters het echt wel zien zitten ook. De sfeer op cirkel is ook altijd heel leuk. En ze zullen ons ook wel steunen door dik en dun. Persoonlijk doel is, dat is om toch proberen te bevestigen wat ik verleden jaar vooral op het einde gedaan heb. Het zal niet zo makkelijk zijn, maar het is natuurlijk het ploegbelang die primeert. Ik hoop dat we daarin toch zo dicht mogelijk bij de eerste zes zijn, maar het zal eerst wat trainer ook beaamd heeft. Proberen de doelstelling eerst om ons zo rap mogelijk veilig te stellen. Want iedereen is wel wat versterkt, maar dan moeten we ook de ambitie hebben om hoger te durven mikken. Voor mij, ik hoop inderdaad dus dat ik de draad wat kan doortrekken.
het veld is het natuurlijk een heel andere kern dan toen ik daar voetbalde. Maar naast het veld heb ik nog wel contact met een aantal mensen en word ik er altijd nog met open armen ontvangen. En dat doet wel deugd. Ik denk dat het een open wedstrijd gaat zijn, maar wel moeilijk. Hè. Ik denk, Cirkel probeert natuurlijk wel vanuit een goede organisatie kansen te creëren. Maar ik weet op dit moment de sterkte nog niet van Racing Genk. Ik heb ze zien spelen tegen PSV. En daar was PSV gewoon veel beter. Dus het was heel moeilijk om te zien hoe de krachtverhouding op dit moment is tussen Cirkel en Genk. En dat zal zondag duidelijk worden. Maar nogmaals, wij hebben niets te verliezen. En wij gaan proberen ons best te doen. En hopelijk daar iets te halen. Hans Cornelis als captain is... Toffe jongen. Heeft het al? Nee, wacht. Ik moet even over nadenken. Even over nadenken, Hans. Nee!